Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren en lightburn. De afgelopen video's heeft u steeds aan het begin van de video een aantal seconden een foto gezien van een pamflet, van een poster van een evenement in België. En daar wil ik het kort over hebben in deze video. Let niet op mij, ik heb op dit ogenblik corona. Ongetwijfeld gaat dat zeer snel over zijn, want ik voel me al een stukje beter. Alleen, ja, het moet wel nog beter. Het evenement in België, Mode meets Modelbouw. En ook vorig jaar ben ik één zaterdag op dat evenement aanwezig geweest. En ook dit jaar ga ik daar 3 zaterdagen aanwezig zijn. En wel 4 maart, 11 maart en 18 maart. Ik zou om te beginnen dit evenement van harte willen aanbevelen. Zeker mensen die van modelbouw houden. Het is gewoon op een winkelcentrum. Er is geen entreeprijs. Je gaat naar het winkelcentrum. Als je wil ga je winkelen. Belgische bonbons halen. Of iets anders. Net wat je wil. Maar op het winkelcentrum zijn diverse clubs aanwezig. Met hun modelbouw aangelegenheden, zoals vrij grote, op afstand bestuurbare vrachtwagens die zelf gebouwd zijn, schepen, vliegtuigen, treinen, bedenkt u het maar. Ook ik ben daar uitgenodigd, vorig jaar was ik daar ook uitgenodigd, om de simpele reden dat je met een laser natuurlijk ook met balsa hout toch wel het nodige kunt doen als het gaat om hele zuivere dingen maken. Nou weet ik dat als ik daar die 3 dagen ben, dan zal ik af en toe mensen om me heen hebben. Zeker ook proberen wat kleine dingetjes te verkopen. Maar ik heb zeer zeker ook tijd voor mensen die daar zin in hebben en die dat willen. Om gewoon in levende lijven een beetje bij te praten. Stel dat je vragen hebt over Lightburn. Ja, verwacht niet een hele dag cursus van mij. Dat ga ik zeker niet doen. Maar ik ben bereid om best wel een half uurtje met je te babbelen over het een en ander. Of ik je kan helpen, dat zal afhangen van de vraagstelling en van wat er precies aan de hand is en of ik dat toevallig weet, want ik weet ook niet alles. Maar ik nodig je wel van harte uit om daar naartoe te komen. En als je dat leuk vindt om met mij daar het gesprek aan te gaan. Ik zal de details, locatie, adres en dergelijke onder de video vermelden. Zodat u niet hoeft te zoeken, het gewoon kunt ingeven in uw navigatiesysteem. Of u nou in België woont of in Nederland. U bent daar van harte welkom. De organisatie zal u welkom heten. Wees niet bevreesd. En ook ik vind het leuk als u er bent. Ik hoop u daar te zien. Aan het eind van de video wil ik ook nog heel even een keer wijzen op mijn crowdfunding actie. Ik zal daar zometeen ook nog een link naar plaatsen rechtsboven in de hoek. Simpelweg, hij loopt wel hoor, daar gaat het niet om, maar het loopt niet keihard en ook dat is ook niet te verwachten natuurlijk. Maar elk kleine beetje wat ik voor deze jongens bij elkaar kan verzamelen is financiële ontlasting als het gaat om de aanschaf van hun 3D printer. En ik wil toch eigenlijk wel graag dat ze die gaan krijgen, omdat dat A, hun creativiteit ten goede komt. B, een opstap is naar hun toekomst. En C, omdat het me gewoon bijzonder aan het hart gaat. Ik heb deze jongens al flinke tijd lesgegeven. En het wordt langzaam tijd voor hun eigen materiaal. Ik hoop u te zien in Kapellen in België, net boven Antwerpen, bij Brasschaat, op 4, 11 of 18 maart. Tot dan. Dag.